Oké, hoe laat moest je zijn? Half 9 uur toch? Pin, jongen. Come on, even 8 uur, joh. Niet gooien, niet gooien. Au! Dit is gewoon mijn kamer, hè? Hey! Jongens! Willem, au! Joris die heeft in de laatste minuut verloren. Anders had hij 2000 euro kunnen winnen. Morgen. Ja? Ga je mee? Oh. Een koffietje, jongen. Ja, lekker. Wat gaan we ook weer doen? We gaan even je vader helpen met stoelen verhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier, om het goed te maken. Dankjewel. Een lekker koffietje. Dames en heren, jongens en meisjes. Een hele goede morgen. Ik lig nog lekker in bed. Het is nu 7:10. En mijn camera die lag in de woonkamer. Dat ga ik ook nooit meer doen. Maar goed, wij moeten vroeger uit. Want wij gaan vandaag mijn vader helpen. Die moet stoelen leveren in Alkmaar. En die moeten een hele bus worden uitgeladen. En naar boven worden gebracht, al die stoelen. Dus wij dachten, we gaan eventjes gezellig helpen. Maar goed, deze tijden kan ik gewoon niet goed aan. Ik ben hier gewoon heel slecht in en dat weet Willem ook. En Willem had beloofd aan mijn vader dat Willem mij zou wakker maken. Maar op deze manier, nou ja, goedemorgen. Koffietje drinken en we gaan eruit. Nou jongens, ik ben alweer een beetje opgeknapt. We lopen nu naar beneden, naar de garage. We gaan de auto pakken. En we gaan na een lange tijd weer een keertje naar de Shell. Want hier in Amstelveen, als we richting Haarlem moeten, we moeten toevallig nu naar Alkmaar, dan komen we langs een Shell waar je de lekkere broodjes kan halen. Dus Wim, wij gaan even lekker wakker worden. We gaan lekker een broodje halen. Maar eerst gaan we het kanon weer starten. Ja. Toch maar even een Lambo kopen of zo, want dit... Wat een ongein, wat een kinderspel dit. Is dat eventjes lekker? Ja. Watertje erbij, vivetje. Heerlijk, dit was gewoon mijn standaard ontbijt eerst. Hè? Broodje gezond en dit, altijd. Kijk jongens, aan de andere kant van de weg is file. Maar ik weet nog wel, toen ik in GTST speelde, moest ik altijd rond een uurtje of 8, weet je, 8:30, 9 uur, moest ik richting Amsterdam. Ik stond altijd in de file, gewoon echt altijd, Willem, altijd. En dan met jouw ochtend... En wel met mijn ochtendstruggles. Weet je hoe vervelend dat is? Weet je hoe zwaar dat is voor een persoon? Ja, het is echt zwaar. Ik heb het er moeilijk mee gehad. Ja, en als, moet je nagaan... Weet je wat ook wel heel erg grappig is? Ik zeg altijd, zeg ik van... Oh jongens, ik ben weer aan de late kant. Maar bij GTST ben ik misschien in 1,5 jaar 3 keer te laat gekomen. Terwijl ik ook nog files heb. En fucking druk verkeer en zo. Ja, ik zou het bijna niet geloven. Nee, maar hoe dan? Ja, omdat je baan is, dat is wel anders. Ja, daar krijg ik ook straf. Echt? Wat gebeurde als je te laat was? Bij GTST was het wel zeg maar een regel dat jij op een gegeven moment na 4 of 5 keer of 3 keer snel achter elkaar te laat bent. Dus gewoon binnen 2 weken 3 keer te laat. Dat je dan zeg maar, dan moet je op gesprek komen. Oké. Dit is dus de bus die we moeten gaan uitladen. Hé, Wil, hij is wat groter dan gedacht eigenlijk. Hè? 5 minuten. Ja, toch? 5 minuten. En het is dit gebouw. Daar, dit rijtje zo. 4 en 5. Het zijn best wel wat stoelen die we naar boven moeten brengen. Dus ik ga mijn camera eventjes wegleggen. Want ik kan natuurlijk niet filmen en alles naar boven brengen tegelijk. Dus wij gaan het nu eventjes doen. Ik ga mijn camera even wegleggen. En dan zie ik jullie zo. Kijk eens eventjes. Alles zit binnen. K10. Veel doosjes hebben wij gezien. Alle dozen zijn nu naar binnen. Het waren volgens mij 43 en nu gaan we ze in de lift doen. En dan gaan ze allemaal naar boven naar de 4e en 5e verdieping. Dus let's go. Van lekker bakkie. Och, wat verdiend hè. Wel verdiend bakkie. Wel verdiend. We hebben zo lang gewerkt al. Het gaat goed jongens. Het gaat de goede kant op. We gaan straks alle dozen in de lift zetten en dan zijn we alweer klaar. Hoe lang denk je dat nog best hè? Denk een uurtje. Uurtje? Of langer? Veel korter joh. Twee uurtjes. Dit is trouwens Niels, collega van mijn vader. Dus die is ook lekker bij. En we gaan weer showen straks. Maar eerst een lekker bakkie. Goedemorgen. Ja. Hey pap, wat is het adres? Arcadia Laan, toch? 20. Oké, hoe laat moest je zijn? 9 uur toch?
Hij is fijn, jongen. Come on, even 8 uur, joh. Maffie, zit het te fuck, hè? 8 uur? 8 uur? Nee, ik ben serieus nog thuis. Ja, 8 uur. Oh, fuck. Ja, shit. Ja, even kijken, het is 23 minuten rijden. Zou niet geloven. Ja, natuurlijk. Oh. Oké, nu moet ik hem even terugbellen. Dat was een grapje natuurlijk, hè. Wij hebben alle dozen al naar binnen gebracht. We gaan zo in de lift zitten. Zitten even aan een bakje met z'n allen. Ja, daarom. Tot zo. Doei. Hij was echt geïrriteerd op het begin, leuk, hè. Hij vond het wel leuk. Finn, 8 uur. Leuk grapje. Goede kant op, jongens. Goed hoor. Doe je leuk. Heb je dit vaker gedaan? Nee. Jij hebt er vroeger bij een verhuizer gewerkt. Tijdelijk. Jongens, het gaat de goede kant op. Bijna alle dozen die zijn al boven. En dan, verder hoeven we hier niks meer mee te doen. Ze kunnen hier gewoon staan en dan later komt iemand anders het allemaal uitpakken. En die gaat vervolgens op plekken zetten waar het nodig is. Maar we zijn lekker bezig, Wil. We zijn lekker bezig. Alle dozen zijn naar boven getild. Dus we zijn zo goed als klaar. We moeten nog één dingetje doen. Een paar papiertjes opplakken met de platte grondjes. En dan zijn we klaar. En dan gaan we lekker richting Haarlem. Gaan we een koffietje doen. Alweer. We zijn lekker bezig. En het is nu pas 9 uur. En we hebben al een hele ochtend erop zitten. Ook eens een keer lekker. En de klus is geklaard. Dus we zijn klaar. Want de klus is geklaard. Ja. Dus we gaan lekker nu naar Haarlem. We gaan eventjes een koffietje doen. En misschien dat we vanmiddag een proefrit gaan maken in de nieuwe 4-serie. Want ik ben heel klein beetje op zoek naar een nieuwe auto. Is totaal nog niet nodig, want ik nog natuurlijk heel erg blij ben met deze. Maar het is wel leuk om even te gaan kijken. Dus dat gaan we misschien doen vanmiddag. Lekker wakker worden. Goed, hè? Was echt heel grappig. We waren echt net klaar en toen kwam er een ander bedrijf en die zei... Ja, wij komen voor Perla. En Perla is het bedrijf, zeg maar, van mijn vader. En die zei ze tegen Niel, zeggen die collega... Ja, we komen nog eventjes 4 pallets afleveren met bladen en nog een paar bureaustoelen. Willem echt zo. Ik moet naar school. Nee, jongens, we zijn lekker klaar. We zijn lekker klaar. En Wil, wat heb je je best gedaan, zeg. Maar echt, meer dan je best, hè? Ja, verder wordt het ook niet. Oh, nee, verder wordt het niet. Dus, je hebt echt je best gedaan, maar... Dankjewel. Volgende keer, hè? Nog even... Maar wat deed jij dan precies? Nou, precies hetzelfde, hè? Niks. Helemaal niks. Nee, we hebben best wel snel gedaan. Hoe laat is het nu? Het is 9:30. En we waren hier om 8 uur. Mooi hoor. Goed hoor. Anderhalf uurtje bezig geweest. En we hebben nog een hele dag voor ons, jongens. Kijk, dat vind ik dus wel weer heel erg lekker. En dat kan ik ook best wel waarderen. Als je vroeg opstaat, dan heb je natuurlijk gewoon heel veel aan je dag. En ik heb meestal gestaken rond een uurtje of 10, 11 uur sta ik pas op. En dan heb je net even wat minder aan je dag. Ook wel veel. Maar nu, meestal ben ik nu nog niet eens wakker. Dus ik heb echt een lange dag vandaag. Ga je mee sporten? Ja, dat kan. Dan zijn we helemaal op mannetje. Is goed. Goed, richting Haarlem. Nou jongens, we zijn lekker op de zaak geweest. We hebben even lekker een koffietje gedronken. En het is nu tijd om weer terug te gaan naar Amstel Vinna. Hey. Ik zie het wel, hè. Als jij je schade maakt, jongen. Goed zo. Ik heb een déjà vu. Ja, ik heb het gevoel dat wij hier echt vorige week of... twee vlogs terug of zo ook stonden. Exact en dat jij, en dat je dan tegen mij, wat zei je nou tegen mij? Van ja, nu zet ik hem in een garage. En dat jij zei van, oh, dan wordt hij niet vies of zo, want je rijdt er niet mee. Ja. Ja, dat kwam opeens in mijn hoofd. Maar, waar zijn we nu dus weer? Bij de car wash. Omdat? Omdat mijn auto vies is. Dus, we gaan hem even lekker wassen. En jij nog? Doe het dak open dan? Nee, dat doen we niet. Nee, dat het staat open. Dat gaan we, oh. Zo, scherp. Ja, ik had het niet eens gezien. Ja. Maar goed, we gaan even tussen de auto door de car wash doen, want hij is weer vies. Oh, jongens. Een SVR in het grijs. Ik vind een SVR zo dik, dat ik denk... Ja, Gio had natuurlijk ook een SVR, een oranje. Maar ik denk serieus dat SVR wel een van de dikste auto's blijft. Ik vind die wel echt fucking hard. Die zou ik later wel willen. Jij ook? Ja. Eigenlijk wel. Goh, hij is heel dik. Echt mooi. Volg je hem nou? Nou, ik moet zeggen, Willem kan prima zingen. En zeker onder de douche. Zijn jullie goed bezig, man, hè? Hey,
Hebben jullie een wasje gedaan? Ja, ik ben heel lui vandaag. Ook weer niet, want zeg maar, ik heb een inkakker, dus ik wil eigenlijk... We gaan naar de stad toe, nu. Kom. Nee, maar ik wil gaan ik wil eerst een broodje eten. Ik heb een shirt uit, omdat ik wilde gaan douchen, maar vervolgens blijf ik op mijn bed TikTok kijken. Ah! Niet gooien! Au! Jongens, dit is gewoon mijn kamer, hè? Hey! Jongens! Willem, au! Het is nu klaar. Vind je hem terugleggen, de deken? Ik heb eventjes lekker gedoucht, ik heb andere kleren aangetrokken, ik heb me even geschoren omdat ik zo'n volwassen man word, dat ik zoveel baardgroei heb, niet normaal. Maar het is nu pas 1:15 en ik heb het gevoel dat het al bijna 6:00 s'avonds is, aangezien ik vroeg op was. Ja, ik ben zo trots op mezelf, jongens, het was gewoon om 7:00 mijn bed uit. Bizar. Yo, kan het wat zachter op de gang, alsjeblieft? Het stoort. Hoe noem je zo'n ding? Weet je wat het is? Een stofzuiger. Zo, ga maar lekker door. Hier kan jij het stoeltje naar voren doen? Ja hoor. Mijn knietjes doen een beetje pijn. Zo jongens, we zitten weer in de auto. Zo jongens, ik vind dat altijd zo gezellig in de auto. We gaan op stap. Waar gaan we heen? We gaan naar Amsterdam, naar de Bijenkorf. Oh, en... niet overzeker. Oh, hey. Hallo. Hey. En weet je wat we daar gaan doen? Wij gaan daar rondlopen en waarschijnlijk niks kopen. Alleen we hebben ik vind het dus zo leuk altijd. Ik vind het ook wel leuk. Gaan lekker naar de Bijenkorf lopen, helemaal niks kopen. En helemaal om ook gewoon op de Dam te zijn. Ja. Gewoon lekker op de Dam in Amsterdam, lekker rondlopen. Dus we gaan gewoon gezellig richting het centrum. En ik wilde vanmiddag ook een proefrit gaan maken in dus de... Hoe ben je aan het doen? Wat ga je doen? Dat is wel sneller. Naar het centrum ben ik niet, hè? Jawel. Ik zou vanmiddag ook een proefrit gaan maken in de M440. Alleen helaas was er vandaag geen plek meer, omdat de auto best wel achteraan in de showroom stond. Dus dat ga ik morgen doen. Dus wie weet ga ik het ook filmen. Heren, zijn we lekker aan het winkelen. Heerlijk. Zien we wat mooie spulletjes. Ja, wat zien we allemaal? Ik vind dit wel echt een Willem shirtje. Is dit niet wat voor jou? Dit is normaal. Nou, ik vind het wel een Willem shirtje. Zullen we kijken wie het allerlelijkste kan kopen? Echt iets heel lelijk. Nou, dan denk ik. Hey, wat er dan gebeurt, dan moet ik waarschijnlijk voor zo'n heel duur designer item hier van. Ja, meestal is dat wel het lelijk. Dat is inderdaad echt wel waar. Versace of zo. Heel vaak hebben de merkkledingen die hebben, of ja, gewoon zeg maar de merken die hebben dan echt zeg maar de raarste shit. Maar goed, challenge niet geaccepteerd, Ruben. Ik vind het moeilijk, man. Iedereen spendeert 200 euro voor Vincent's rekening. En dan kijken wie het lelijkste kan kopen. En waarom van mijn rekening? Ah, nee, sorry. Wat een ongein. Dat is voor jouw video, jongen. Ja, dat is waar. Loop je zo in de winkel, komt opeens dit jongetje langs. Kijk, hij rent gelijk. Oh, middelvinger ook. Joris, doe eens even normaal. Joris, rustig. Zo, dit is inderdaad heel lelijk. Ja, maar dat zeg ik. Zeg maar, echt, de echte merkkleding die hebben altijd van die hele gekke shit. Dit is bijvoorbeeld van Dior. Heel raar. Dit is wel voor Joris iets. Ja, ik vind dat ook wel wat voor Joris. Ja, het staat je. Groovy Friday Night. Jongens, al die merken zijn allemaal zo duur. En zo gek tegelijk. Het valt nergens op. Dit vind ik dan nog wel hard, gewoon zo'n tas. Het is niet heel erg schreeuwend. Maar ja, zoals jullie weten, mijn rugzak is natuurlijk laatst gestolen met mijn MacBook erin. Dus dat is helemaal fucked up. Wat voor tas had je? Hè? Huh? Wat voor tas had je? Een North Face tas. Gewoon een hele standaard North Face tas. Ja. Oh, die is ook dik. Nou jongens, we gaan alweer naar buiten. Het was een kort, maar krachtig bezoek. Ik heb zoveel gekocht, hè. Willem ook. Wat maar heb jongens heeft het meest gekocht. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, jongens, we gaan weer lekker naar buiten. De heren die zitten weer lekker FIFA te spelen. Wie gaat er winnen? Ja, ik had de hele dag al. Ik heb al 2 potjes gewonnen, dus hij liegt. Maar ja, dat is natuurlijk omdat jullie tegen elkaar spelen. Kijk, als ik mee ga doen, dan is het echt klaar met jullie. Want dan is het klaar. Vind, volgens mij weten zij ondertussen allemaal dat je er geen kut van kan. Oh. Qua balbezit gaat het niet goed met het thuis. Au. Jongens, ik ga even wat halen, niet het huis slopen. Ik ben zo terug. Ik ga naar de Mediamarkt, ik ga een splitter halen. Een dobbel, hoe noem je dat ook weer? Zodat ik USB in mijn laptop kan doen. Dus dat ga ik nu doen. Het blijft zo lekker dat je gewoon lekker onder dat appartement een garage hebt. Ik sta nu nog niet op mijn eigen plek, want er is nog voor de rest bijna niemand. Een paar mensen, ik weet eigenlijk niet van wie die auto is, maar van die mensen wel. Maar voor de rest staat er helemaal niemand, dus ik kan nu gewoon een plekje pakken. En deze is best wel dichtbij de uitgang. Maar normaal gesproken sta ik aan de andere kant van de garage, ook dichtbij een lift. Maar dit is gewoon een handige plekje. Maar goed, stap de auto maar in en we gaan naar de Mediamarkt. Wow. Nou jongens, ik heb hem hoor, het splittertje. En je zou het niet verwachten, maar dit ding was 70 euro voor zo'n opzetstukje. Bizar. Kijk jongens, de splitter zit erop.
En die zit aangesloten op dit apparaat. En daarop zit weer mijn microfoon aangesloten en mijn boxen. Dus ik kan weer muziek gaan opnemen. En nu heb ik ook weer mijn muziekprogramma Logic Pro. Dus ik kan weer gaan knallen, jongens en meisjes, dames en heren. Let's go. Volgens mij heb ik het vorige keer ook al gezegd. Maar ik moet echt even deze shit gaan opruimen. Want dit past allemaal niet meer in mijn kast. Deze doos ook. Ik weet niet eens wat erin zit eigenlijk. Maar goed, als het goed is, hebben de jongens gekookt. En als, ik denk dat Ruben heeft gekookt eigenlijk. Maar we gaan even kijken. Heb jij gewoon gekookt, Ruben? Natuurlijk heb ik weer gekookt. Wat doe je dat goed, jongens? Ja, nu nog ook met smaak. En Joris heeft de tafel gedekt. En wat. Wat heb ik gedaan? Ik ga straks de afwas doen. Nice. Hey, wat is dit dan? Dat is een groen-gele rakker, jongen. Op de dinsdag. Jongens, Ajax speelt, dus dan mag het. Dan moet het. Dan moet het. Mag het altijd. Blijf jezelf verdedigen. Ja. Zo, het lijkt me wel. Ruud, ga je nog goed? Ja. Ik ga nu afsluiten. Atletico Madrid. En dan heb ik 225 euro gewonnen. Ruben, Joris en ik hebben net een bedje gezet. Willem ook. Willem heeft verloren. Ruben maakt nog kans. En Joris die heeft in de laatste minuut verloren. Anders had hij 2000 euro kunnen winnen. Maar jongens, zo zie je maar. Doe maar niet gokken, want het werkt niet. En je verliest alleen maar. Maar af en toe is het gewoon leuk. Ruben, fluit maar af. Als ik nu nog score, hè. Fluit eens af, joh. Wat zullen die makkelijker dan? Uh-oh. Doe het normaal, hè? Ja. Fluit! Ja, hij gaat fluiten. Hij gaat fluiten. Fluit. Hij gaat fluiten. Hij is een fluitje bij, denk ik. Hè? Fluit. Hoezo fluit hij niet? Waar is de fluit? Hij gaat nu anderhalve minuut langer door al. Fluit! Nee, nu is het klaar. Die bal wel echt fluit. Oh, maar Joris, in de laatste minuut. Hij wil het er niet over hebben. Wil je het er niet over hebben? Wil je het er niet over hebben? Oké, okay, nou Joris wil het er niet over hebben. Maar echt, Joris had 2100 euro kunnen winnen. Ja, Ruben! Ruben, gefeliciteerd met je 200 euro! Nou, dan ben je wel de enige van de vier die heeft gewonnen. Dus kans 1 op 4. Maar goed, Joris die kon gewoon 2000 euro winnen. Maar in de laatste minuut werd het gelijk. En toen, ja, toen was het dus niks meer. Dus wat ik al net ook al zei, doe maar gewoon niet gokken. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker slapen. Maar goed, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ondanks dat ik niet heel veel heb gedaan. Maar dit is eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet. Ik ben gewoon een beetje thuis aan het chillen. Af en toe ben ik hier bezig met mijn laptopjes en mijn gedoe. Maar voor de rest, ja, vandaag zoals vandaag doe ik niet heel erg veel. Maar wat ik al zei, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.